leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe en extra video. Wij gaan vandaag bleach dyen. We hebben daar heel wat spulletjes voor klaarstaan. Ik heb er dit shirt voor. En Sarah heeft ook een shirtje. Oh, leuk. We gaan het zo één voor één doen. Dan kunnen jullie het twee keer zien. We hebben allemaal flessen bleek. Ik heb dik bleek, gebruik ik ervoor. Ik heb een bak water, die heb je nodig. Heel erg veel elastiekjes heb je nodig. En een vuilniszak. En laten we gaan beginnen. We beginnen met vuilniszak. Die hebben we nodig onder, want anders is heel je tafel natuurlijk verpest. Dus deze gaan we eronder leggen. We gaan ze één voor één doen, dan kunnen jullie heel goed zien wat we precies gedaan hebben. Dus ik begin met mijn shirtje, dat is deze. En je begint met hem goed nat maken, dus je doet hem in het water even helemaal goed. En dan goed uitwringen, dus dat hij goed vochtig is, maar al het overtollige vocht er wel weer uit is. Dan krijg je het beste resultaat. Zo. Deze is zo dan ook weer voor Sarah's shirt. Dan doe je hem goed uitleggen. Oh, ik moet even de zak draaien, zie ik. Want anders gaat hij niet goed passen. Al vouwen we hem zo natuurlijk in. Je hebt verschillende technieken waarop je je shirt kan draaien. Je kan helemaal random, ja, je kan in het midden. Je kan hem zo. Ik ga hem op verschillende plekken draaien. Jij wilde op één plek draaien, geloof ik, hè? Ja, en je kan ook nog invouwen en alles. Maar ik wil ook nog een keer de tie-dye video maken en dan laat ik daar een andere techniek zien. Ik ga dus nu een techniek met verschillende draaiplekken doen. Dus dan pak je hem bijvoorbeeld hier en dan ga je hem indraaien. En als je dat dan ingedraaid, wil jij een elastiekje aangeven? Dan doe je dat goed vastmaken met een elastiekje. Die elastiekjes zijn echt wel belangrijk. En die moet je best wel goed strak doen om verschillende plekken. Gebruik er echt zoveel als dat je denkt nodig te hebben. Want die geven ook wel een heel erg leuk effect. Nou, even kijken, die heb ik hier gedraaid. Dan draai ik deze wat lager. Dan ga ik hem dus hier helemaal indraaien. En deze doen we zo. Die pakken we dan ook met een elastiekje. Ik heb alvast hier wat elastiekjes liggen. Dankjewel. En zo, dan doen we die wat hier. En dan doen we de laatste draai, want ik maak er drie. Die gaan we dus vanuit hier draaien. Het plakt een beetje aan de zak. Het is ook echt verschrikkelijk warm weer vandaag. Zo. En die, oh, dankjewel. Die doe ik dan hier. Kijk, en dan is je shirt veel kleiner daarna. En je moet er dus een goed stevig pakket van maken. Deze doe ik ook nog even. Die geef ik gewoon een extra twist. En die doe ik dan hier eromheen. En dan gaan wij, dat zou ik bijna vergeten. Wat we ook nog hebben, wil jij even die shirtjes pakken? Die heb ik daar liggen. Omdat we het over onze goede kleding heen gaan doen, heb ik twee oude klusshirtjes gepakt van Marco. Waarvan het helemaal niet uitmaakt of er iets overheen gaat. Welke wil jij, wit of zwart? Wit. Wit. Doe maar over je kleding even aan. Dit zijn dus echt shirts waar al van alles op zit. En als je kloeit, is het wel heel erg fijn dat je iets hebt waarvan het niet uitmaakt wat er overheen gaat. En we hebben trouwens dezelfde rok nog steeds. Zo, dus dit is even heel fijn. Je kleding beschermt. Dan heb ik de fles bleek. Deze is toevallig al redelijk leeg. Dus die gebruik ik als eerste. En die ga ik dan eroverheen doen. Nou, hoe ga ik hem doen? Ik ga zo mijn streepjes maken en
Ik vind dit echt spannend. Ja, is het ook, hè? Je moet het ook aan de andere kant doen, hè? Ja, als je wil. Je kan ook zeggen, doe het aan één kant. Dat is gewoon wat je wil. Dan kan je hem dus voorzichtig omdraaien. Zo. En dan doe ik hem hier ook nog zo. En zo. Kijk, hier zie je hem een heel klein beetje verkleuren. Zie je het? Hier wordt hij wat rooier. Deze gaat dus even inwerken. Dan gaan we Sarah de shirt doen. Ik vouw deze even naar de zijkant. Die ga ik even apart leggen. Doe even zo. Zo. Ja, ik zie het wel heel goed. Ja, het gaat verkleuren. Dat is heel cool. Dan gaan we de jouwe doen. Ik wil het zelf doen, mama. Ik pak even een zak. Even doen, maar vast goed nat maken. Haha. Ah, mag ik dat niet? Nee, hou maar om. Maakt niet uit. Zo. Oké. Dus echt goed uitknijpen. Rustig. Dan hebben we niet een heel waterballet hier. Doe ik weer een zak. Goed uitknijpen. Doe maar een beetje hier aan de zijkant. Ga ik de zak voor de jouwe neerleggen. Zal ik even helpen met hem goed uitvullen? Ja, want, oh. Nou, gelukkig is dit water. Het, hij moet niet te nat zijn. En ook weer niet te droog. Nee, dat is ook niet fijn. Zo. Mag ik een vork gebruiken? Nee, dat is een beetje fijn. Nee, dan ga ik hem zo draaien. Jij wilde hem vanuit één punt helemaal gaan draaien. Pak je hem in het midden. Goed ook dat je de onderkant hebt. En blijf goed vasthouden. Helemaal blijven draaien. Zo. En dan draaien we de rest ja, er zo omheen. En dan moet je even elastiekjes. Even, ik hou hem heel even. Anders gaat hij ook eens. Zo. Anders gaat hij te hoog. Ga je even helpen dat hij niet uitroept. Kijk uit. Voorzichtig. Ja, doe het. Oh, wil je hem vast nog een keer mee? Kom maar. Doe je even helpen, want dit moet echt wel op de goede manier gebeuren. Anders gaat hij uitrollen. Kijk, hier gaat hij al een beetje uitrollen. Kom maar. Doe ik even de elastiekjes, want dat is best wel moeilijk. Dat ruikt naar bleek. Ja, het ruikt heel erg naar bleek. Dat ga je best. Oh my god, je t-shirt. Ja, mijne gaat wel aardig verkleuren. Dan gaan we deze even zo goed laten zien hoe het verkleurt. Wil je hem nog verder elastiekjes of vind je hem goed? Wil nog zo en zo. Zo en zo, oké. Je kan natuurlijk ook zeggen dat je delen maakt. Oké, elastiekjes. En dat je dus in bepaalde delen wel bleekt en in bepaalde delen niet. Je kan echt letterlijk random doen waar jij het wil en hoe je het wil. Zo. Nou, heel klein pakketje geworden. Die is voor jou. En dan hebben jullie de bleek rustig, voorzichtig daar overheen gieten. Als je ik ga rondjes een beetje maken. Ja, rondjes maken? Dat kan. Wat jij wil. Ik doe hem wel zoveel om daar wel goed te opgooien. Want daarnaast heeft het weinig nut. Dat is veel hoor. Zal ik hem omdraaien? Oké. Nou, doe jij die kant bleken. Even je handje opzij. Je die op je hand giet. Oh, dart. Is dat hem? Dat is genoeg? Oké. Dan ga ik deze even nog in het scherm laten zien. Maar de zijkant wil ik ook heel klein. Wil je de zijkant ook nog? Ja, dan moet je nog een heel klein beetje bleek aan de zijkant doen. Dat kan. Het is jouw patroon. En het leuke is dus dat we dadelijk hetzelfde shirt hebben, maar tegelijkertijd ook niet. Want je giet het er allemaal naast. Dan doet hij niet. Sorry. Wil je het erop? Weet je, nee, ik heb het heel goed, mama. Dan kan ik het ook een beetje zo goed doen. Zo. Oké, nou, dan ga je dus in dit scherm, ga je dus goed zien dat hij hier al begint te kleuren. Dit moet nu bij jou is die echt goed. Ja, die van mij gaat echt heel goed. Dit laten we even 10 minuutjes liggen. En dan ga ik ze uitpakken, uitspoelen en daarna gaan we ze wassen. Dus voor nu zijn we even klaar. En ik laat nog heel even zien hoe die ondertussen kleurt. En dan zien jullie ons zo weer terug. We hebben nu een kwartier gewacht en we gaan de shirtjes uitpakken. Ik ben echt heel benieuwd. We beginnen met de mijne, want die hebben we natuurlijk ook als eerste gedaan. Dan gaan we de elastiekjes eraf halen. Mag ik maar ook zelf afhalen, mijn elastiekjes? Ja, dat mag zo. Zo. Deze kan je eventueel opnieuw gebruiken, stel dat je het nog een keer wil doen. Zo. Ik kan echt niet wachten nee, totdat meiden gaan zien. En trouwens, die op een verjaardag aan doen? We gaan even kijken of ze leuk zijn geworden.
Spannend, hè? Om te kijken hoe ze zijn geworden. Oeh, ik hoop dat ze mooi zijn. Ja, je moet wel opletten. Oh ja. Als je ze uit elkaar haalt, dat je nergens aan zit, want dan zitten wel bleek aan je handjes. Dus dan kan je niet in je ogen gaan wrijven of iets van je gezicht gaan zitten of aan je kleren. Ik wil wel aan deze zitten. Ja, liever niet. Dat is alleen voor extra. Nou, het spannendste gedeelte. Dit is het shirt van mij. Oh, hij is cool geworden. Ja. Oh, ik vind hem echt wel heel stoer geworden. Heel mooi patroon. Kijk dan. Hij is echt gaaf. En van achter ook. Ja, leuk. Die gaan we zo wassen. Ze moeten natuurlijk wel echt gewassen worden. En dan die van Sarah. Ga je als het moet even helpen hierna? Nee, nee, nee. Goed kijken welke elastiekjes boven. En dan ga je daarna wel gelijk je handjes wassen. En dan gelijk natuurlijk daarna wassen. Je kan ze ook spoelen. Met tie-dye raad ik dat wel aan. Met bleach hoeft het niet per se als je ze wel gelijk daarna was. Want anders gaat het bleek natuurlijk te ver doorwerken. Het raakt een beetje naar het zwembad, hè? Ja, want dat is ook. Ik ga je heel even helpen, want we moeten wel een beetje opschieten, want ze moeten er vast in. Kom. Ah, deze is vol. Ja, dan ga ik je even helpen. Zij heeft natuurlijk een andere draaitechniek gebruikt en heel anders de bleek erover gedaan. Dus die heeft ik heb rondjes en streepjes. Ja. Ja, dus, kijk. Oeh, en dit is die van Sarah. Die is echt heel anders. Echt wel heel cool, hè? Dus deze is helemaal zo geworden. Nou, ik ga ze snel in de wasmachine doen. En als ze dan dadelijk klaar zijn en droog zijn, dan gaan we het eindresultaat laten zien. Ja. Doe ze nu vanuit de zak in de wasmachine. Er zit natuurlijk bleek aan. Dus anders kan je krijgen dat er toch nog aan dingen gaat zitten. Zo, en deze gaan we even wassen. En dan nu het resultaat van de shirtjes. Ze zijn droog, we hebben ze aan. En 1, 2, 3. Dit zijn ze geworden. Ah, ze zien me niet. Helemaal blij met de shirtjes. Ik ben heel erg benieuwd of jullie het ook gaan proberen. Als jullie het gaan proberen, maak even een leuke foto met je shirtje. Plaats hem in je Instagram stories en tag me erin. Dan kan ik ze zien en de leukste zal ik sowieso gaan reposten. En voor nu, vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En als je niet geabonneerd bent op mijn kanaal, klik even op abonneren hieronder. En dan hoop ik je de volgende video weer te zien.